Greet. Allemachtig. Meisjes. Amsterdam Zuid. Halt. Meisjes, blijf liggen. Morgen, liefje. Ik heb een cadeautje voor je. Hoe kunt u zoiets doen? Greet, is dat nou een manier om je vader te begroeten? Dat kan me niet schelen. Greet, doe nou. Heb je mijn brief nog ontvangen? Ja, Sarah. Dat is ze. Mijn broertje, Jan. Hallo. Dag. Lieve schat. Ik schaam me dood. Iedere keer dat spektakel met die gedresseerde apen. Inrukken, Jan. Jan! Je broertje is leuk. Is hij ook? Zuster, is dat een Joods meisje? Ja. Wilt u zorgen dat hij hier onmiddellijk verwijderd wordt? Maar ze is nog lang niet beter. Zuster, ik weet wat ik doe en spreek u mij niet tegen. Wilt u ze alsjeblieft aan mijn orders houden? Hij heeft echt een walgelijke smaak. Jasses. Ik zal eens met de geneesheer spreken. José. Alweer anderhalve maand thuis. Soms vraag ik me af of ik het in het sanatorium niet leuker vond. Hier in huis valt toch ook niet erg veel te beleven. Het grootste gedeelte van de dag breng ik alleen in mijn kamer door. Hij is er al. Wat een bende is het hier. Mama? Niet die pyjama. Daar is een knoop af. Mama? Denk erom. De dokter heeft het druk. Dus beleefd zijn. Dokter. Zo, Sarah. Hoe gaat het met je? U hebt er geen idee van hoe vervelend het is om in je bed te moeten liggen. Ah. Ah. Nou, daar moeten we dan wat aan doen, vind je niet? Echt? Even niet praten. Een beetje frisse lucht. Kalmpjes aan. En dan is ze zo weer de oude. Arme mevrouw Asscher. Tja, zomaar ineens verdwenen.
Het is een mooie zaak, dat onderduiken. Vertrekken en alles achterlaten. Tja. Het zijn moeilijke tijden, mevrouw Meijer, maar we moeten de moed erin houden. Ja, heeft u gedacht aan... Dit kan me mijn praktijk kosten. Ik ben u heel dankbaar, dokter. Laat u het niet overdrijven. Ik kom er wel uit. Mama. Heeft hij het gegeven? Wees er voorzichtig mee. Natuurlijk. Domme gansje. Ga nou maar. Doe nou. Na, na. Kan het niet wat rustiger, jonge dame? Ja. En doe een sjaal om. Ga weg. Blijf je die gemoon houden? Nee. Waarom niet? Ben je gek? Blijf er vanaf. Zo word je nog doodziek. Bemoei je er niet mee. Maar je bent mijn broertje. En het geschiedde dat er een bevel uitging vanuit Amsterdam... zeggende dat alle Joodse jongens in het land zullen worden... Ze willen dat ik me morgen kom melden op het stadhuis. Waarom? Om medisch te worden gekeurd voor de werkkampen. Niemand zeggen, hè? Niemand. Zo keuren ze me toch nooit goed. Denk je ook niet, Muis? Ik weet het niet. Schat, kom je niet te laat thuis? Nee, mama. Dag. Sara, wat doe jij buiten? Heeft de dokter gezegd. Oh, wacht even, schat. Hier, voor jou. Lottie, dat had je nou niet moeten doen. Het is maar een kleinigheidje. Om te knuffelen nu je nog ziek bent. Misschien kan je het beter aan David geven. Aan David? Is er wat met David? Ik denk dat hij doodgaat. Oh God, nee. Het is maar een grapje.
Chocolaatjes. Nee, schat. Spritsen. Zijn het spritsen? Sarah, zeur nou niet. Ik weet het. Gevulde koeken. Je moet even geduld hebben tot we thuis zijn. Kom. Die is mooi buiten, hè? Hierheen. Kom. Kom nou. Doe nou. Het punt is dat mijn leven zo niks waard is. Wat had je dan gewild? Nou, Greet is mijn allerbeste vriendin op de hele wereld. Dus vind ik dat ik haar moet kunnen opzoeken. Maar mama wil het niet. Ik zal het overdenken, hè? Laten we naar de eendjes gaan kijken. Kom, we gaan even zitten. Kom maar. Ik haat de Duitsers. Sarah. En Duitse boeken, Duitse films, Duitse muziek. Alles in het leven heeft zijn doel. Muggen? Muggen. Vogeltjes. En Hitler? Misschien is die er wel om de Heilige Schrift te vervullen. Daar geloof ik niks van. Misschien komt de Messias wel. En zullen mama en David en jij en ik in de tempel van Salomon zitten en de wijn van het paradijs drinken. Papa. Kom. Hierheen. Papa heeft een verrassing. Sarah, het is niks bijzonders. Dode diender, schiet nou eens op. Het zijn geen spritsen. En het zijn ook geen chocolaatjes. En het zijn ook geen gevulde koeken. Sterren? Waar zijn die nou voor? Om op je kleren te naaien. Heb ik in de krant gelezen. Ik ga even kijken of ik nog wat geel garen in huis heb. Ze lijken wel oranje, mama. Als je ze naar luiden met de zijn weekt, worden ze kleur echt. Lottie, bemoei je er niet mee. Zeker ook uit de krant. Kijk eens. Nu hebben ze ons precies waar ze ons hebben willen. Alsjeblieft, David. Gebrandmerkt als vee. Onzin. Het zal een ereteken zijn. Ons teken. Dari Koek. In dit huis wordt... U luistert nooit! David! Oh, nou op. Vader, speel even wat. Sarah, haal jij die jassen maar. Kijkend. Hij zit wel een beetje scheef, Lottie. Au! Komt door die naald. Hij is te dik. Die dingen kosten anders niet niks. Wat kosten ze dan? 4 cent per stuk. En een kwart punt aan het bonnenboekje. Zo, hier. Hang die jas maar netjes op. Het lijkt wel Koninginnedag. Ekke?
vliegtuigen. Die zijn op weg naar Duitsland. Net goed. Volgens mij zijn het de Amerikanen. Nee, Engelsen. Beginnen jullie weer? Mag het boemetje wat hoger? Nog hoger? Ja, hoger? Nee. Deze lamp moet iets dichterbij. Je moet lachen, Sara. Ik sta toch nooit goed voor. Mevrouw Meijer. Gaat u maar met mij mee. Hm? Wat doet dat er nou toe? Zo. Even naar mijn hand kijken. We hebben anders foto's zat. Nou, niet meer bewegen. Doe het dan maar voor je vader. 1, 2, hupsakee. 1, 2, hupsakee. Fantastisch. Dat doen we nog een keer. Weet je wat ik op de stoel voorin zat? Zo. Beetje vrolijke papa. Even naar mijn hand kijken. Doe nou, papa. 1, 2, hupsie. Mooi lachen. Het is toch geen begrafenis? Zo is dat genoeg. Wat is er, mama? Nee. Het is niks, jongen. Het is ook... Het is allemaal zo raar. Wat is er aan de hand? Nee. Ik weet het niet. Papa. Het spijt me. Nee, schat, het heeft niks met jou te maken. Het is zo... Mama en ik, die... We hebben deze week onze oproepen gekregen. Wat voor oproepen? Nee, doe me niet kwalijk. Vader en ik gaan een tijdje op reis. Niet ver, hoor. Nee, hoor. Alleen maar naar Amsterdam. Dinsdag zijn ze klaar, mevrouw Meijer. Deze kant uit, alstublieft. Mooi, dank u. Voor de zomer zijn we weer terug. Beloof ik je. Komt u binnen. Mama, wat gebeurt er toch met ons? Niets. Helemaal niets. In dit land hebben wij niets te vrezen. Ze willen alleen dat alle Joden in Amsterdam in een andere wijk gaan wonen. Dat is alles. Mama? Waarom mogen David en ik niet mee? Ze vinden dat beter zo. Welke ze? Wie zijn die ze? Laat maar. Ik zou het echt graag willen weten. Sarah, dan heb je allemaal vette vingers op de foto's gemaakt. Heb je iets vergeten? Nee, niets. En die kinderen? Denk je? Die kunnen best voor zichzelf zorgen.
De man van mijn dromen. Ik ga naar huis. Meneer Meijer. Komt u binnen. De voorkamer, de achterkamer en de studeerkamer worden afgesloten, verzegeld. Ja. Waar zijn de kinderen? Die blijven boven in onze slaapkamer. Dat lijkt me het beste, ja. Zag je wat hij deed? Sarah! Is het allemaal een beetje gelukt, heer? Bron 2. 17 minuten over 6. Zorg dat u door het eerder bent. Ja, tot ziens dan maar. God zij met je. En het huis niet afbreken, hè? De post! Kijk nou uit. Het spijt me. Dat is nou de tweede keer. Ik zei toch dat het me speet? Van papa. Zit nou op. Wat staat erin? Lieve kinderen, na een voorspoedige reis zijn we... Neem me niet kwalijk. Sarah. We hebben prachtige gemeubileerde kamers aan de Weesperzijde. Sarah, scheid toch uit! Hij doet al zijn kinderachtig! Heeft dat mens geen eigen huis? Zelfs je moeder houdt meer van David. Het is toch zo? Lottie, waar ga jij ineens naartoe? Amsterdam. Ze is gek, Joden mogen niet eens strijkkaartjes kopen. Dat wil ik toch wel eens zien.
zijn dat voor mensen? Ze zijn op weg naar Westerbork, die stakkers. Mama, houd uit. Houd je mondje. Joden. Kom, we gaan. Danke. Sau Wetter. Wetter. Hübsches Mädchen dort. Entschuldigen Sie bitte. Danke. Guten Abend. Ja, das ist schon eine Frage. Rauchst du? Rauchja. Hey, Rauchja. Hey, hey! Wieder daneben geschossen. Sarah! Papa! Kom, kom. Waarschijnlijk zijn ze de stad nog niet uit. Dat weet ik. Het is alleen zo vreemd. Vele jaren. Vele jaren. Nog vele jaren. Zijn de kleuren hier niet veel helderder? Het museum, Artis, het paleis? Laten we maar binnen doorgaan. Ik ben dol op Amsterdam. Het is niet meer zoals vroeger. Geeft niet, ik ben er toch dol op. Sarah, blijf toch hier. Sarah! Kom terug! Sarah! Sarah! Ben je doof, Sarah?
is er nou? Kom mee, vlug. Hoe haal je het in je hoofd om die brug op te roepen? Iedereen die buiten deze wijk wordt opgepakt, wordt weggevoerd. Naar Westerbork. Hoe kan je nou zo leven? Zo zijn de regels, lieverd. Kool en spinazie, kool en spinazie, spinazie en kool. Ik word nog eens gek van spinazie en kool. Doe jij toch morgen de boodschap? Echt waar? Als je je gedraagt. Wil iemand toch thee? Ja? Ja, ik ja. Ik ook. Gaan ze weer. Ze komen niet voor ons. Doe maar dicht zo. Ik vraag me af of een vrouw... We wonen nu in dezelfde stad. Ik hoop je snel te zien. Kusjes, Geet. Mijn vader, ik kon niet wegkomen. Ik moet zo weg. Ik zit op me te wachten. Ik heb een beeldige kakatoe van hem gekregen. Een spierwitte. En hij heet Lucretia. Zie je het voor je? Greet. Wanneer kom je nou? Je moet Lucretia een keer zien. Ik mag deze wijk niet uit. Doe niet zo belachelijk. Je hoeft alleen maar die brug over. Elke dag lopen er honderden mensen overheen. Dus kan jij dat ook? Ik moet nu echt gaan. Nou, dag. Beloofd? Sarah heeft koolraap voor het avondeten gekocht. Ga wel. Nee, wacht. Laat mij maar even open doen. Wie is daar? Niks aan de hand, mama. Het is David. Heb je gemist, jongen? Laat me eens bekijken, jongen. We hebben een kamer gevonden. Op de Minervalaan. In Amsterdam? Het is maar tijdelijk. We wachten op een Zweeds vrachtschip. Wat is dat nou voor onzin? We gaan naar Palestina. Laten we eerst maar even gaan eten. Nee, nee, nee. Ik moet zo weer terug. Lottie kan niet te lang alleen zijn. De avondklok is alleen gegaan. Straks word je nog opgepakt, jongen. Ze pakken alleen de Joden op. Ik ben geen Jood meer. Van de ondergrondse. Karel van Dijk. Gehuwd met Bolsma. Slotty. Zij heeft het geld. Ze kan voor jullie ook nieuwe persoonsbewijzen kopen. Nee. Ik hou liever die van mezelf. Dan heb je geen kans. Dat is toch regelrechte zelfmoord, jongen? Dat is beter dan als een rat in de val te zitten. Toch eens met hem. Je ziet er slecht uit. David. Jullie zijn onmogelijk, allebei.
Ben jij het? Mag ik binnenkomen? Ja, natuurlijk. Kom binnen. Wees welkom. Sarah, je bent dus toch gekomen. Ik ben nu helemaal wild van Rilke. Jij ook? De garderobe. De bibliotheek. Jeetje. Kom, ik wil je even aan Lucretia voorstellen. Hij zit op een praatje verlegen. Ik moest en zou hem hebben. Maar nu weet ik niet eens meer waarom. Let maar niet op de bende, want we zijn er maar pas komen wonen. Hé, hey, waar is je broertje? Strakjes, kom. Weet je dat hier ook Joden gewoond hebben? De muziekkamer. Niets. Mijn vader wil alleen niet dat iemand die kamer binnengaat. Het mooiste komt nog. Zijn deze goed? Ja, prachtig. Mijn platen. Tiske, I lost my yellow basket. And if that girlie don't return it, don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be. Oh, why was I so careless with that basket of mine? That itty bitty basket was the joy of mine. A tiske, a tiske. I lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Just a little yellow basket. Je was fantastisch. Ongelooflijk. Het is niet zo ernstig. Dat weet ik wel. Greet is nog niet helemaal beter. Dat is alles. Je komt nog gauw weer een keertje terug, hè? Ja. Goed zo. Het is ook allemaal zo stom. En waarvoor? Sarah, wacht even! Sarah, snel, doe je jas aan. Wat is er aan de hand? Stil maar. Er wonen nogal wat oude mensen hiernaast. Het is een rusthuis. Nee, we hoeven ons geen zorgen te maken. Ze nemen alleen maar zieken en bejaarden mee. Het is Lizzie.
de 47e verjaardag van de leider der NSB wordt te Utrecht onder zeer grote belangstelling gevierd. Op het WMA-terrein inspecteert Mussert 6000 WA-mannen en 300 leden der Nederlandse SS. Het hoogtepunt van de dag vormt de bijeenkomst in het stadion, waar de leider wordt begroet door de jongste WA-man. Wat een onzin. Een overkant draait Casanova's eerste lied en jij moet ze nodig hier naartoe. Leuk, hè? Duitse operettes irriteren me mateloos. Sinds wanneer is dat? Nou, sinds... Kunnen jullie je mond niet eens even houden? Ik dank u voor de diensten die gij verricht voor het herstel van Nederland. Voor volk en vaderland, houd in! Bij de verrader, schotten, smeerlappen, boert, smeerlappen. Lekker dicht! Boert! Heeft al gegooid? Niet meer uit. Sonneve kaul kalo, kaul mitzalaus chasonim, mechuposom, unemorim mimishtei, neginosom. Boruch ato Adonai, mesameh, ik denk dat ik vanavond graag domino wil spelen. Ja, dat lijkt me gezellig. Of liever Chinees schaken. Ze is een beetje van streek. Misschien toch wel gewoon schaken. Ze is wat in de war. Heb ik wat verkeerds gezegd, David? Nee, liever niet. Mazzel tov. Ik heb allemaal hapjes thuis staan voor de receptie. Met spijt, mam. We moeten gaan. David, nee, mama. Allemaal bonnen geleend, David. Ja. David, dat kan je niet doen. Niet op je trouwdag. Wat moet ik nog tegen de gasten zeggen? Gewoon dat uw schoondochter een beetje... Sarah, kom. Sst, wat is er? Ze zijn er al, in de salon. Ik ga liever naar huis. Nee, nee, doe niet zo idioot. Mij zomaar met ze laten zitten. Kom. Laat mij het woord maar doen. Doe nou. Dit is Sarah, mijn vriendin, waar ik jullie over verteld heb. Sarah? Ja, met een H. Net als Sarah Leander. Ik ben Paul. Ik heet Steve. Paul en Steve zijn heel ondeugend. Ze spijbelen vandaag. Sarah, engeltje, zou je zo vriendelijk willen zijn me die sjaal aan te reiken? Alsjeblieft. Kan ik je even onder vier ogen spreken? Engel, hoe kun je dat nou vragen? We hebben visite. Steve?
Dank je, schat. Doe nou. Ga weg, Steve. Wil je misschien gaan zitten? Daar, op een stoel bedoel ik. Of zullen we naar de muziekkamer gaan? Wacht even. Weet jij waar Steve en Paul zijn? Ze waren ineens verdwenen. Oh, ben jij er ook? Ik probeerde Sarah een beetje op te vrolijken. Ze is nogal depressief de laatste tijd. Geet. Dat is toch zo? Om ons heen stort de wereld in elkaar. Mensen zoals jij... Het is maar een spelletje. Een spelletje? Ik woon in een kelder. Mijn broer zit ondergedoken. En met de dag verdwijnen er meer mensen. Ik ben een komeet. En ik raas door het heelal. Dat ben je echt niet, Greet. Blijf toch, Sarah. Het spijt me. Oh ja? Niet gaan. Lass mich mal machen. Super. Ihren Ausweis bitte. Es ist ein Irrtum. Ich wohne in einer anderen Straße. Wann sind Sie geboren? 1927. Wenn ich nicht bald zu Hause bin, kriege ich die Grübel meines Lebens. Ein so schönes Mädchen wie Sie? Wirklich? Das können wir auf gar keinen Fall geschehen lassen. Also, gehen Sie nach Hause. Danke vielmals. Goedenavond. Ik heb mijn vrouw en mijn kinderen de stad uitgestuurd. U bent niet met ze meegegaan? Ik zit nu bij mijn zuster. Zij weet ook nog niet wat ze gaat doen. Ja. Wat kan ze doen? Ze kan de deur achter zich dichtgooien.
Verdwijnen. Tja. Maar waar moet je dan van leven? Ja. Waar moet je dan van leven? Good Shabbos. Good Shabbos. Good Shabbos. Good Shabbos. Good Shabbos. Er duiken steeds meer mensen onder. Ja. Moeten we maar eens kijken of we iets voor jou kunnen vinden. Nee. Zeg dat nu niet meteen, Sarah. Ik ga niet alleen. Kiekeboe. Papa. Wat doe jij nou boven? Wat doen jullie buiten? Sarah. Vangen. Stelen noemen ze dat. Ach, overdrijf niet zo. Er is niemand meer. Ze zijn weg. Hoe bedoel je, weg? Ik heb ze gisteren horen weggaan. Ze zijn niet meer teruggekomen. Kunnen we last mee krijgen? Kijk nou. Er staat een piano. Je vraagt om moeilijkheden. Nou, die moeilijkheden kunnen er ook nog wel bij. Maanden dat we bij je ouders woonden. Papa! Kom eens naar buiten. Mama! Mama! Judith? Waar zitten jullie dan? Hier zo. Maar waar dan? Boe! Het is een uitstekende schuilplaats. Ja, uitstekend. Zullen we maar naar binnen gaan? Ja.
kunnen ze dat op straat niet horen? Misschien. Hij heeft al zo lang niet gespeeld. Mama? Houdt u nog wel van papa? Natuurlijk, liefje. Hoezo? Zomaar. Ik wou dat David er vanavond bij kon zijn. Dan was de familie weer compleet. Beruch ator Adonai, Eloheinu, Melech, Olam, Borei Peri, Magofim. Amen. Beruch ator Adonai, Eloheinu, Melech, Olam, Hamotzi Lechem, Min Ha'oretz. Ik heb vanavond kippensoep. Ik haal het wel. Sal en Judith Meijer? Ik haal de jassen wel. Nee, wacht. Laat Sarah ze halen. Zoek een echtpaar dat hier pas is komen wonen. Hij is niet al te lang en zij heeft sproeten en rood haar. Zo. Is dat maar nodig? Ja. Au! Stilzitten!
tapijt. Dat ben je wel aan. Straks valt mijn haar er nog af. We moeten eruit zien als Zweden. Jij bent zo aan de beurt. Oh, voorzichtig. Ik weet zeker dat ze ongerust zijn. Je hebt de juiste beslissing genomen. Ik had niet weg moeten lopen. Stil nou maar. Laat eens zien. Beeldig hoor. Als de oorlog voorbij is, dan zijn we weer allemaal bij elkaar. Waar? In Palestina. Nou, Amersfoort is voor mij ook goed. Harry en ik vinden het gezellig dat jullie er zijn. Dus jullie houden ook al van geblondeerd haar? Ik wilde wel eens wat anders. En jij bent ook begonnen? Ja. Nee. Mijn man heeft per ongeluk mijn peroxide op zijn haar gemorst. Oh, zo. Vind je het niet leuk, Harry? Visite? Ik hoop maar dat jullie met z'n allen in het kamertje passen. Ja hoor. Ja. Het gaat best. Dus jij woont hier nu ook, hè, mijn kind? Niet voorgoed natuurlijk. Ja. Ik vroeg me al af waar je bagage bleef. Ze is op vakantie. Wat enig. Nee, Harry. Twee is genoeg. Straks denkt de visite dat we geen manieren hebben. Met alles is vrij goed gegaan. Ja, dat dacht ik ook. Hij weet het. We moeten hier weg. Sarah. Nee. Je maakt Lotte helemaal verstrijk. Daar kan ik niks aan doen. Die man verkoopt zijn moeder nog voor een dubbeltje. Naar Palestina via Lisse. Belachelijk. Staat er niet eens op. Konden we maar liederlijk drinken. Opium roken of zoiets. Ik meen het. Dat weet ik. Kijk eens naar me. Helemaal in het zwart. Voor de eerste keer in mijn leven. Je verandert ook nooit. Godzijdank niet. Kun je mijn tas even geven? Nu je toch blond bent. Dat kan ik niet aannemen. Waarom niet? Daarvoor kan je op transport gesteld worden. Ik gebruik het toch niet. Jawel. Ik ga nooit meer naar buiten. Tuurlijk wel, Greet. Ik voel me net alsof ik je nooit meer terug zal zien. Ik sta erop dat je het aanneemt. Nee. Maar je bent toch teruggekomen? Het spijt me. Is er? Niets. We gaan slapen. Lieve. Lottie. Het is
is het wel genoeg. Ze praten nog met me. Oh, dat weet ik. Dat weet ik. Nog niet, David. Deel David. Lottie, je moet slapen. Nog even. Ze hebben me alles over Hitler verteld. Kom maar. Morgen mag je weer naar ze luisteren. Kom maar. Je had gelijk, Sarah. Hij heeft de huur verdubbeld. De schoft. We hebben zelfs nog een week te goed. Wat maakt het nou uit? We zouden toch weggaan. Over een paar weken zijn we veilig. We zijn anders veel te vroeg voor de trein. Wat doen we nu? National Finanzjudendom in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Lass uns gehen. Met z'n drieën naar boven gaan. Nee. En niet vergeten, om 4 uur voor het station van Lisse. Ons contact is Den Hartog. Is verschenen. Daar! Nog geen 5 tellen geleden. De filmbeelden zijn bedrog. Hij is niet in Berlijn. Hij is daar. Wie dan? Hitler. Hij staat daar. Nu niet, Lottie. Pas op, mijn hand, iedereen. Verdomme, Sarah, ik heb het je nog zo gezegd. Thank you.
Gaat deze trein naar Lisse? Hij stopt in Lisse, ja. Wil je een sloepje? Nee? Ik moet er in Heemstede uit. Was je vergeten? Waar is Lotte? Ze is opgehouden. David. Wat kan ik anders? We gaan niet. Je begrijpt me niet. Ik moet terug. Doe nou. Ze heeft iemand anders. David. Zullen we dan maar weer doorgaan? Maar er staan nog alleen Wat verschilt deze avond van alle andere avonden? Alle andere avonden eten we gezuurd en ongezuurd brood. Deze avond alleen maar ongezuurd brood. Op alle andere avonden eten we allerlei groenten. Vanavond alleen bitter kruid. Mama! Thank you.
Ik wachtte nog lang. Ze zouden nooit meer terugkomen. Mijn vader niet. Mijn moeder niet. En ook David en Lottie niet.